Nee, ik werk niet meer. Ik ben sinds dat ik op televisie ben, werk ik niet meer. Nee, bijna. Nee. Kijk eens. Ja, nee, dan moet je zeker een keer langskomen. Welkom bij een nieuwe aflevering van Rudo vanaf de Markt in Leiden. En geloof het of niet, de zon schijnt. Het is zo'n 20 graden. Hartstikke lekker. Ik ga met mijn flamingootjes de markt op. Dus kijken of de mensen in Leiden nog wat leuks te melden hebben. Rudo! Zit je je zonde te overdenken? Ik? Nee, nee. Mag ik even bij je komen zitten? Ja, natuurlijk. Dan kom ik op 1,5 meter. Voor zover dat... Maar ja, ik heb in ieder geval geen corona dus. Nee, en heb je wel je vaccinaties al gehaald? Nee, ook nog niet. Nee. Maar is het er niet meer voor jou of nou, ben je er niet mee bezig? Ik ben er eerlijk gezegd niet echt alarmerend op bezig. Want ik ben al getest op een ziekenhuis en daar was ik positief. En ik ben er eigenlijk eerlijk gezegd, ik laat maar gewoon op me afkomen. Dus. Ja, misschien is dat ook wel het handigste. Hè? Want ik zag ook weer iemand fietsen met een mondkapje op. Ja, dat heb ik ook hoor. Ik geloof niet zo eerlijk gezegd in corona. Het moet een naam hebben. En ik heb wel een corona-kappie bij me altijd. Want ik waardeer het wel. En ik respecteer het ook wel, dat wel. Maar ik geloof niet, er hangt wat in de lucht. Maar heb je dan dat als jij tegen mensen zegt, nee, ik heb me niet laten vaccineren. Zijn er ook mensen die dan een mening daarover hebben? Nou, daar heb ik eerlijk gezegd nog niet zoveel mensen over gevraagd. Nee. En nu wel, nu is het op tv. Ja. Van wie dan? Van Unity. Unity. Over... Nooit van gehoord? Ja, ik heb er wel eens van gehoord, ja. Hartstikke leuke zender. KPN dus. Oh, nou, kanaal 1412. 1412. 1412, ja. Oké. Okay. Dan zal ik dat eens bekijken. Ja. Nou ja, je bent er nu op. Ik zag je zo zitten. Je zat een beetje de verte in te turen. Waar zat je over na te denken? Nou, ik zit een beetje naar mensen te kijken. Want ik zit hier, dit is gewoon mijn stek. En die vrouw die net wegliep, daar zit ik dan ook heel vaak mee. Dus, en ik was van een week of een tijdje was ik hier niet geweest. Omdat ik een epilepsieaanval heb gehad. Dat heb ik wel last van. Dus. En in combinatie met dat corona. Ja, dan denk je daar niet zo heel erg veel aan. Maar dit is wel een beetje jouw bankje dus eigenlijk? Ja, dit heet mijn bankje op internet ook. Hè? Wat? Hoezo? Wat? Nou, gewoon via het chatten. Ik zeg van, ik ga naar het bankje en dan weten hun al genoeg van waar jij hebt echt contact met mensen over dit bankje ook. Maar spreek jij hier dan ook echt af met mensen? Hè? Nou, ja, ook. En die hebben mij ook gewoon op de WhatsApp staan. Maar werk jij of heb je... Ja, ik heb wel gewerkt, want door dat epilepsie, dat werd te hevig. En het werd echt chronisch dat het gewoon niet meer mocht. Ik wilde wel werken, doorwerken, maar van het bedrijf uit en de UWV mocht ik niet meer werken. Wat voor werk deed jij dan? Ik was een drukker. Oké. Ja, gewoon zoals we de drukker kennen, van flyers tot... Ja, wat vroeger de druk, pers allemaal deed. Maar heb je je daar dan makkelijk bij neer kunnen leggen? Of... Nou, niet zo makkelijk eerlijk gezegd, nee. Dat niet, maar ja. Je wil wel werken, maar je kan het gewoon niet meer. Nee, ik kan het gewoon niet, ik mag het ook niet meer. Want ik mag nog niet eens vrijwilligerswerk doen. Dat is het juist. Maar hoe vul je dan nu je dagen? Want je ziet er voor mij nog niet heel oud uit. Ik weet niet hoe lang jij al thuis zit ook hoor, maar... Nou ja, ik zit al een aardig poosje thuis. Jaartje of 15. Maar hoe oud denk je dat ik ben dan? Ja, dat vind ik dus lastig. Ik denk 57. En dan zit ik aan de hoge kant voor mezelf al. Nou, dan doe er nog maar twee bij. Oké, 59. 50. Dus. Als je dan al 15 jaar thuis zit, heb je dan nog wel een sociaal leven? Je hebt op het bankje na. Nou. Ja. Ik heb nog wel een sociaal leven. Ik hou me eigenlijk goed bij. Want ik zeg altijd tegen mij, als er bij mij een visite komt, wat ook wel eens van het bankje gebeurt. Ja, kom maar even in mijn schuur en let maar even niet overal op. En dan zeggen ze weer, waarop dan? Ik zeg, ja, maar ja, voor mij is het al heel erg snel vuil. Ik ben al een opgeruimd type van mezelf. Dus ik ruim het altijd keurig netjes op. Nou, ik vind het leuk om je even gesproken te hebben. Misschien kom ik je, als dit toch jouw bankje is, misschien kom ik je nog wel een keer tegen. Dan spreek ik je wel weer aan. Oké. Okay. Fijne dag. Oké, jullie ook, hè. Rio! Houd toch op! Ongelooflijk! Nou, dit is Hallo Nico hier. Hallo Nico. Maar we hebben je, als wij een winkel filmen, dan komen we je wel eens tegen. Maar ben je nou speciaal hierheen gekomen omdat je wist dat we naar de markt gingen? Of? Ja, ik denk, moet jij toch zien op een doordeweekse woensdag. Maar hoe is het? Ja, dit wist ik toevallig. Nico heeft een elektrische fiets gekocht. Ongelooflijk, oude man, fiets. Maar waarom ben je hier? Moet je niet werken? Nee, ik werk niet meer. Sinds dat ik op televisie ben, werk ik niet meer. Maar
Ja, nee, daar laat dan iedereen maar eventjes zien. Nico, dames en heren, Nico heeft een nieuwe fiets. Want er zit een verhaal achter, toch? Je hebt hem niet zomaar. Nee, ik heb hem gekocht. Moest betalen. Is hard voor werken. Moet ik het dan weer vertellen? Nee, je had een motor, maar ik rijd te weinig. Dus ja. Nee. Die heb je verkocht en toen dacht je, ik wil wel in beweging blijven. Laat ik maar gaan fietsen. Ja. Maar hoe bevalt het dan? Want had je al eerder op een elektrische fiets gezeten? Nee. Het is denk ik 30 jaar geleden dat ik gefietst heb. Maar anders had je dus niet Centrum Leiden gekomen normaal op een woensdagochtend, of? Nee, klopt. Ik moest toevallig ergens zijn, dus ik denk rijden lekker heen. Fietsen, heerlijk weer. Je komt hem gewoon in het wild tegen. Ja, want dames en heren, dit is ook de Nico die als we een Unity NL café op televisie hebben de drankjes doet. En dan roepen Elmar en ik heel hard, Nico! En dan komt hij met de drankjes aan. Nou ja, goed. Nou is zelfs je fiets is op televisie. Ja. Oranje. Even filmen hoe je wegfietst. Nou. Je kan eigenlijk helemaal niet fietsen. Nee. Maar is het aan te raden elektrische fiets? Want ja. ik kan me voorstellen dat er nu mensen thuis zitten te kijken die denken, ik ben er niet van overtuigd of ik vind het te duur. Het is prijzig, maar het motiveert wel om meer te fietsen. Het ondersteunt een beetje natuurlijk. Het is heerlijk. Maar kan je het elektrisch ook uitzetten? Jazeker, fietsen perfect zonder elektriek, dat doet hij ook. Dus, maar doe je dat dan ook? Of denk je, nee, als ik het dan toch... Ja, hij staat op zijn laatste stand. Op de eco-stand staat hij dus. Hoeveel kilometer kan je nou fietsen voordat hij leeg is? Heel veel. 120 kilometer of zoiets. En waar gaat de stekker dan in? En dan wil ik alles weten ook. In de zijkant. Ergens. Hier, kijk. Oh, stekker. En jij hebt gekozen voor een uitvoering zonder zadel, toch? Ja, dat is... Daar zit je ook zo te lachen. Ja. Nou, hey, succes! Ja, dankjewel. En veel plezier. Rio! Kijk nou dan, heb je opeens... Een bekende leienaar naast je staan. Een halve bekende ja. Leienaar. Nou ja, tenminste, ik ken jou sowieso. Je bent ondernemer in Leiden. Ja. Je zit hier even verderop met je keuken design center. Maar dan vraag ik me af, want je zit hier met je gezin te... Wat is het, ontbijt of lunch? Ontbijt. Laat ontbijt. Maar is dit dan vakantie of is dit even de winkel dicht? Nee, we hebben wel half vakantie. Dus ik heb wel wat afspraken op de zaak. Maar we willen ook een beetje genieten hier in de stad. Dus, en dat zeiden we net ook van hoe leuk Leiden eigenlijk is... Ook voor als je niet uit Leiden komt, is het natuurlijk heel leuk. Maar ook, we wonen zelf in het centrum, alles is dichtbij. Ja, en jij hebt ook een volkstuin hier, toch? Ja, op Kronenstein. Daar zitten we ook normaal gesproken 3 maanden van het jaar. En ook lekker ontspannen. Is dat nou niet gek om in je eigen stad een volkstuin te hebben? Nee, want het is als ik daar de auto uitstap, is het echt gewoon vakantie. Het is er een totaal andere omgeving, heel veel groen, geen luxe. Dus tenminste de luxe van niks hebben eigenlijk. En gaan jullie deze vakantie nog een heleboel dingen doen? Of kijk je gewoon per dag even... Ik ga heel veel met die kleine meid. Gaan we lekker... gisteren hebben we gebold. En we gaan nog een escape room doen. We gaan nog naar een game hall. We gaan hier in de stad nog veel dingetjes doen. We gaan nog varen. Gewoon even lekker genieten. Ja. En heb je nog veel zorgen rondom corona of is jouw toko wel goed gegaan? Nee, wij zijn gewoon doorgegaan. Maar heel veel mensen zaten natuurlijk thuis. Hebben heel veel mensen gedacht, we moeten een nieuwe keuken of we moeten de keuken upgraden? Ja, sowieso de hele bouwsector heeft natuurlijk heel erg druk gehad. Doordat mensen niet op vakantie konden naar verre bestemmingen. Ja, daar hebben ze gewoon het huis helemaal aangepakt en naar hun zin gemaakt. Voor ons om jou geen zorgen te maken? Nee, het gaat allemaal goed. Zo, nou, ik spreek je wel weer. Fijne vakantie. Oké, jullie ook. Geniet. Doei. Rio! Wat loop jij hier nou een beetje undercover in Leiden rond dan, met je zonnebril? Hey, ik heb vakantie. Oh ja, maar dan moet je korte broek aan, toch? Eergisteren wel, maar nu niet. Nou, het weer is nu ook wel lekker, toch? Ja, het is heerlijk weer, maar ik wilde gaan fietsen, maar ik las dat het vanmiddag ging regenen. Rond een uur of twee of zo. Je bent op tv. We zijn in het centrum van Leiden. Het nieuws natuurlijk, er komt een grote nieuwe winkel. Ja, er komt een grote nieuwe winkel. In de OVND bedoel je. Precies. En hoe heet het? Een vintage department store heet het volgens mij. Wat? De vintage department store. En ik had gelezen iets van Big L. Of is dat dan weer wat anders? Of? Ja, dat is volgens mij de moedermaatschappij. Oh, Big L is de moedermaatschappij. Want het is wel een groot... concern of zo, worden aangevallen door... Ja, volgens mij hebben ze meerdere winkels al in Nederland. En waarvan eentje in Amstelveen. En dat zit ook in de OVND. En ik zag dat op de ramen
mensen werden gevraagd om daar te komen werken. Ja, dus voor de Leidse economie eigenlijk ook nog goed. Ja, je bent op vakantie, maar toch hebben we het even over werk nu. Maar dan had je maar niet in Leiden moeten blijven. Nee, dat klopt. En daarnaast, als het over Leiden gaat, dan wil ik er altijd over praten. Dus ja, want hoe gaat het met de binnenstad dan? Ik was afgelopen zaterdag met mijn vriendin, we waren net terug van vakantie. Toen zijn we hier in Leiden eventjes, laten we door het centrum gaan. Maar er zitten best wel veel winkels. Het was ook wel druk op de Haarlemmer. Ja, nee, het loopt weer aardig. Maar de bezoekersaantallen zijn nog niet de aantallen van, zeg maar, voor de corona. Maar je ziet wel dat Leiden toch wel een aantrekkelijke stad blijft. Want er komen gewoon nieuwe winkels ook naar Leiden. En, Meer kijken dan. Hier. Dit is even een mail die een plak ham. Er blijven gewoon nieuwe winkels naar Leiden komen. En ik was gisteren toevallig in de Winkelhof. Omdat ik de tip had gekregen dat daar op een van de winkels een grote poster hangt van we gaan verhuizen naar Leiden. Dus er komt een nieuwe kledingzaak op de Haarlemmerstraat, M&S mode. Oh, die gaat vanuit Winkelhof, ja. Maar dat wist jij nog niet dan ofzo? Nee, ik werd getipt, dus ik ben even gaan kijken. Ook nog in je vakantie? Ja, precies. Hey, en want ik weet dat jullie, dat hebben we ook uitgezonden op televisie, toen is onze cameravrouw ook mee geweest. Jullie zijn toen gaan varen door de stad met het bidboek. Er was wethouder van Delft ook bij, ook om te kijken om meer grote concerns naar Leiden te krijgen. Ik weet niet of je dat mag zeggen vanuit je functie, maar heb jij nou zelf nog een winkel waarvan je denkt van ja, als die naar Leiden zou komen, gewoon als consument zijnde, dat zou ik wel echt heel leuk vinden? Ja, nou ja, ik ben natuurlijk ik hou van goede herenkledingzaken. Hebben we die niet? Ja, die hebben we zeker. Maar er zijn nog wel een aantal zaken waar ik van denk van nou, die past wel goed in Leiden. New Zealand Auckland bijvoorbeeld. Dat vind ik wel een goede zaak. Gehoord dat ze interesse in Leiden hebben. Dus daar gaan we zeker een keer achteraan. En voor de rest, zo'n winkel als My Jewelry die er nu zit. Dat soort type winkels. Je ziet dat er gewoon ontzettend veel mensen op afkomen. En als er nou mensen thuis zitten te kijken natuurlijk. Maar als die nou een idee hebben voor een winkel, kunnen ze dat dan ook kenbaar maken eigenlijk? Zeker, zeker. Dat kunnen ze zowel gewoon bij het centrummanagement kenbaar maken, door gewoon ons te mailen op info@centrumvanleiden.nl. Maar wat misschien veel interessanter is, de gemeente is nu bezig met een enquête. Omdat de gemeente een nieuwe visie wil schrijven op winkelen in de binnenstad. En kijk even op de gemeentelijke website. Daar vragen ze juist precies om welke ketens missen ze nog. En met die uitslag gaan wij dan in overleg met de gemeente van hey, kunnen we daar achteraan? Maar dan zou je ook bijvoorbeeld een mediamarkt in kunnen vullen als je dat zou willen? Uiteraard. Primark hoor je heel veel bijvoorbeeld. Vul maar in. Ik denk dat de consumenten het beste weten wat ze missen in Leiden. Ja. Nou ja, Leiden.nl, daar moet je dan even op kijken. Ja, ik wens jou een fijne vakantie. Ga je ook nog wat leuks doen? Jazeker. Volgende week. Midden volgende week. Als het goed is, ga ik naar Spanje toe. Lekker. Geniet ervan. Dankjewel. Rio! Hallo. Hallo. Hoi. Zie jij ja, hallo mooi. Hoe is het? Ja, goed. Met jou wel? Je denkt, wat moet die van me? Of? Nee, maar ik weet al wat je moet. Ja. Oké, wat dan? Ja, nou, het is TV West natuurlijk. Nee. Bijna. Nee. Sorry. Ik moet eerst naar je microfoon kijken, ja. Nee, dat is helemaal niet erg. Maar het is op tv, dat had je al goed. Oh, ja. Maar jij ziet er wel echt lekker Leids uit. En dat bedoel ik positief, of ben je dat helemaal niet? Ik ben een echte Leidse. Ja. Nee, maar die make-upie, goed verzorgd. Ja. Getoupeerd haar en hij vindt het maar niks. Hij houdt niet van dit soort dingen. Nee, maar hij hoeft er ook niet op. Nee. Dus we hebben hem net wel stiekem even. Je bent 1 seconde in beeld, is dat erg? Ja, hij valt van het beeld af. Ja, maar ik ben een echte Leidse. Ja. Geboren en getogen? Geboren en getogen op de Middenborsgracht. En ik heet van Schoonenwoord en Bezem. Nou, Leidse. Ja, nou, Leidse kan je niet krijgen. Maar wij zijn elkaar nog nooit eerder tegengekomen voor tv, hè? Nee, maar ik heb ook vakantie nu. Maar wat doe jij normaal dan voor werk? Ik werk op Zwetterhagen al 42 jaar in Zoeterwoude. Oh ja, nee, dat ken ik. Jij kent daar ook. We hebben daar sowieso, je hebt Radio Gemiva. Ja, Sandra Larsen, ja, ik weet niet of je die kent. Ja, die ken ik heel goed. Ja. Die ken ik dan ook weer. Wij zitten in hetzelfde gebouw, dus leuk. Ja. En Hiske van de Doezastraat natuurlijk, met de lunchroom. Ja, klopt, inderdaad, van het Zijthof. Mag geen reclame. Ja, nou ja, het is geen reclame, ze is ervan, toch? Oh, oké, ja, dat is waar. Maar ik doe dat met heel veel liefde en... Ja, dat is een stuk van mijn leven natuurlijk. Als je vanaf je 19e jaar daar al werkt, zeg maar. Ja, ik ben daar heel nog steeds gelukkig. En je hebt nu vakantie, maar je bent wel gewoon in eigen stad. Ja, ik heb niet zo'n zin om met al die dingen naar een of ander land te gaan en dan straks weer ziek terug te komen. Maar waar ben je normaal te vinden dan? La Caruela? Nee, helemaal niet. Nee, dat is dus helemaal fout. Nee, ik ben wel iemand die heel graag naar de eilanden gaat van Griekenland en het liefst naar het vasteland.
of naar Turkije. En liever. Waarom vasteland en geen eiland? Omdat ik het vasteland heel mooi vind. Hij is heel groen. Ik ben een keer, en ik hoop dat ik het goed zeg, in Napflio geweest op Griekenland. Daar heb je ook zo'n heel mooi groot plein. Dat is het vasteland, wel aan de kust. Ja, Griekenland, Turkije, ik vind het klimaat er gewoon zo lekker. Als je naar buiten loopt en die zon die voel je op je lichaam branden. Lekker wind. En ik wilde nu niet zitten natuurlijk. Niemand niet. Met die branden, hè? Ja, met die branden. Maar ja, goed, als het dan 40 graden is en je hebt heerlijk die wind om je heen, dan vind ik een heerlijk vertoeven. En dan vermaak ik me prima, maar... Ik wens je in ieder geval een mooie vakantie in eigen stad dan voor nu. En we hebben vandaag ook niet te klagen. We hebben heerlijk weer. Ik kom net van Katwijk, we hebben daar ontbeten. Dus ik dacht van, dan gaan we nu eventjes naar het stadje, even naar de markt en even lekker Leids. Nou, we gaan elkaar vast nu lekker weer tegenkomen, al is het op 2 en 3 oktober. Ja, zeker weten. Veel plezier. Jullie ook, hè? Rio! Sen, ik ga echt mijn kleren niet voor je uittrekken, sorry. Nee? Ik zou niet weten waarom... Ik vind het ook een beetje, bijna vind ik het een MeToo-schandaal. Hoezo, je bent lekker bruin, dan kun je het iedereen laten. Ja, dat is waar. En, dus even kijken. En ik heb gesport. Ik heb gesport. Ja, dat zie je nog niet echt, maar goed. Nee. Nee, ja, want Elmer was hier de afgelopen 2 weken. Ja, was gezellig, man. Ja, hij zei het. Ja, goed zo. Maar hoe is het met jou? Ja, met mij goed. Het zonnetje die schijnt en jij komt weer terug. Ik ben er weer, ja. En ik ben wel natuurlijk op zoek naar je hoogtepunten. Naar mijn hoogtepunten? Nou ja, ik heb het... 2 weken moeten missen, dus ik weet niet of er meer... Maar heb je dat niet even teruggekeken dan? Nee. Waarvoor dan niet? Slecht, hè? Ja. Je eigen zender, niet even kijken. Nee, ik ben echt even... Nou, ik moet wel heel eerlijk zeggen, op vakantie... Zaten we lekker aan tafeltje buiten in het zonnetje en zo... En dan had ik wel mijn telefoon, dan had ik de stream van Unity aan... Dus ik heb wel elke dag lekker naar Elmar op de radio zitten luisteren... Naar Kees en naar Ties. Kijk, leuk man. Ja. Ja, dat is gezellig. Dus, maar ik heb je gemist. Nou, dankjewel. Ik heb jou ook een beetje gemist. Maar ja, ik had Elmer natuurlijk. Elmar. Elmar. Je kent zijn naam niet eens. Erom, joh. Het gaat om de persoon. Nee, maakt niet uit, Karin. Wie heeft zijn naam? Ja, dan. Hey, maar wat is je hoogtepunt van deze week dan? Ja, mijn hoogtepunt van deze week is dat ik in mijn beauty salon heb ik er een zonnebanksalon bij. Dus dat kan ik wel een hoogtepuntje vinden. Maar gaat het imperium uitbreiden? Ja, wat dacht jij? Tuurlijk wel. Stilstaan is achteruitgang. Maar zonnebank? Zonnebanksalon heb ik erbij. Ik heb massage, zonnebanksalon. Pedicure, manicure. Dus ik heb er van alles zitten nou. Ja, mijn vriendin vindt dat ik mijn teennagels moet laten doen een keer. Ja, dat kan ik niet zien als jij je voet met je schoen omhoog doet. Volgende keer, nou dat ga jij niet uit je shirt ook uit dan. Kijk eens. Ja, nee, dat moet je zeker een keer langskomen. Die ken je zo niet. Hè? Maar waarom kan dit niet dan? Nou, omdat het sowieso gezellig is als je bij me langskomt. Ja. Zelfs met sokken al hoor, dus maakt helemaal niet uit. En je ruik je het? Nou, dat dus. Nee, maar ja, jij kan analyse over mijn tenen geven. Ik kan analyse over je tenen geven, ja, maar dat ga ik nou niet op de markt doen. Ik ben nou met mijn groente en mijn fruit bezig. En je wou een tipje van de sluier, nou die heb je nou. Ja. Je bent streng vandaag. Ja joh, ik denk het zonnetje schijnt. Ik heb het helemaal naar mijn zin. Heb je al dragonfruit? Nee. Ja, jij was er niet. Ik denk, nou, dan ga ik het niet meer meenemen. Ik ben helemaal klaar mee. Ik maar wachten 2 weken. Dan komt hij met die kinderen aan. Ik ga mijn sokken weer aandoen. Ja. Wij hoeven vandaag niet echt onwijs af te sluiten. Oh, we gaan wel gewoon koffie doen. Maar we hadden net Nico. Die hebben we even stiekem gefilmd toen hij wegfietste. Dus tot volgende week. Tot volgende week.